Hallo, ik ben Ivan van de Bovenkamer voor al uw fun uit de 80's en de 90's. En vandaag gaan we naar iets speciaals kijken, want ik heb meer dan 20 jaar geleden, eind jaren 90, al eens een filmpje gemaakt over iets dat ik toen had gekocht. Speelgoed van nog eens meer dan 20 jaar oud. En ik heb de doos nog altijd, het zit hierin. En ik heb toen dat filmpje gemaakt met deze Sony Handycam Video 8, een videocamera, waarmee dat ik toen mij amuseerde. Voilà. En je weet dat nog, alles analoog, dus je filmde dat en nadien kon je dat in je videospeler omzetten op een videoband. En we gaan nu kijken naar het originele filmpje. Welkom bij de Bovenkamer. Goeiedag, ik ben Ivan en welkom bij deze videoband. Ik maak deze film om eens te tonen wat ik zoal verzamel uit de jaren 70 van elektronisch speelgoed. We zijn nu eind jaren 90, dus dat is al meer dan 20 jaar geleden, dus ik ben eens benieuwd wat we allemaal gaan te zien krijgen. Dat wil nu lukken dat de postbode mij deze morgen een pakketje heeft gebracht en daar zou iets in zitten van rond mijn geboortejaar iets met een spelletje om op een tv te zetten. Ik ben eens benieuwd. We nemen dus een Stanley-mes. En we snijden dat open. Pas op, niet te diep snijden, hè. Want dan is dat kapot. Ik heb dat een keer voor gehad in Merchtem. Ik deed een paar jaar geleden vakantiewerk in de Nunik. Weet je nog? Supermarktje, en ik moest daar de rekken bijvullen. En ik kreeg daar zo'n doos van dingen, biffyworstjes. En ik zeg, oh, dat moet hier vooruit gaan. Hè. Je moet zien dat je een goede werkkracht bent, dus een beetje poer achtersteken. Hè. Dus ik pak die doos, ik pak dat mes. Au. Al die biffyworstjes, die bovenste laag, allemaal midden door zich. Enfin, ik heb die daar zitten doen verdwijnen tegen een hoog tempo, want ja, als ze dat daar zouden zien, mocht ik waarschijnlijk naar huis gaan. Hè. Ik heb daar s'avonds wel wat last van gehad, maar enfin, het was opgelost geraakt. Dus we gaan nu die doos voorzichtig opensnijden. Ik denk dat ik dat langs hier ga doen. Voilà. En dan gaan we eens kijken. Dan gaan we eens kijken wat erin zit, hè. Spannend. Ha, je kunt het al zien. Kijk, een Tandy. Tandy Electronic Scoreboard. Voilà, weg met die doos. Wauw. Kijk eens wat een mooi pakketje. Tandy Electronic Scoreboard. Dat is een soort pongspelletje met twee controllers om op uw tv een leuk spelletje te spelen. Allee, dat is tof. Ik ben benieuwd of dat nog werkt. Daar gaan we eens direct naar kijken. Ik ga een beetje inzoomen, dan kunnen we ietsje beter kijken. Oké, we gaan zien hè, wat er allemaal in zit. Het is alleszins een mooi doosje. Het heeft al wat meegemaakt, want het is al toegeplakt. Een handleiding. Frullen. Frullen. En nog frullen. De prijs. En voilà, that's it. Dat is om aan de tv te verbinden. Coax. En dat is de console zelf. Hè. Veel draden. Mannetjes. Het heeft wel wat bekabeling nodig, hè? Ah. Hallo? Precies een telefoon, hè? Ik wist niet dat het gaat bellen. Voilà, ik ga het u eens tonen. Wat staat er allemaal op? De en-uit-knop. Een reset-knop.
de snelheid van de bal. Ik weet ook allemaal niet wat dat is. De rechtse speler kan hiermee spelen. En de linkse speler zal dan hiermee spelen. Voilà. Of enfin, er staat wat van alle prullen op. Weet je wat ik ga doen? Hè? Ik ga een even in dat boekje lezen. Als mijn haar niet te veel in de weg hangt. Zonde, domme jong. Dan kan ik toch geen 20 jaar meer mee blijven lopen. Zo zeg. Ik ga dat boekje een keer bekijken. En ik kom ze bij terug. En dan gaan we zien. Dan ga ik het eens aan een televisie hangen. En dan gaan we eens kijken of dat dan nog werkt. Oké? Okay? Allee. Tot zelfs. Ja. Ik heb dus die handleidingen eens gelezen. Veel staat daar niet in. Want wijst eigenlijk zijn eigen een beetje uit. Ik heb er batterijken in gestoken. Dat is het gemakkelijkste. Maar weet je wat? Ik zal het eens van dicht tonen hoe dat het werkt. Ik kom af. Oh. Ja. Sorry, hè. Voilà, hier is het dus. De aan-afknop. En dan hier selecteert je het spelletje dat je wilt spelen. De practice mode, dat is gewoon om te oefenen. Dan kun je dus zo'n balkje op en neer bewegen. En een balkje dat tegen de muur botst, moet je dan terugkaatsen. Hè. Het is zo wat een pongspelletje. Je hebt dan squash. Voetbal en squash, voetbal en tennis. Dat zijn eigenlijk allemaal variaties op hetzelfde. Ik ga je dat zelfs tonen. En dan die andere knopjes, dat is eigenlijk gewoon om het u wat moeilijker te maken. Een kleiner balkje om de bal terug te kaatsen. Een beetje sneller. Dat hem sneller over en weer springt. De hoek waarin dat het kan teruggekaatst worden enzovoort. En dan heb je hier eigenlijk, elke speler heeft zo'n draaiknop om u balkje op en neer te bewegen. Voilà, en hier is een knopje om te serveren. Of je kunt dat ook automatisch doen. Wow. Maar ik ga een tv'tje zoeken en dan gaan we dat daarop zetten. Hè. Dan kun je het een keer zien. Wow, man. Voilà, ik heb dus nog een zwart-wit tv'tje gevonden waar dat goed op gaat werken, denk ik. Ik heb het aangesloten via de coaxkabel en hier afgestemd op band 36 van UHF. En dan gaan we zien of dat we beeld krijgen. Hola, dat is hier direct aan het spelen. Ja, ik kan nu niks zien, ik ga hem even daar zetten. En dan kunnen we dat eens demonstreren, hè. Dat is dus het oefenspelletje dit. Wacht, ik ga een keer resetten, want... Hopla. Voilà. Hop, en nu een snelballetje. Oeh, oeh, patch. Zo gaat het vooruit, hè. Dat is wel... Oké. Dan heb je een klein... wacht, hè. Een klein balkje. Ja. Yeah. Yep. Wow, terug groot zetten, hè. Squash, dat is met twee spelers. Ja, de ene begint... Oei, oei, oei. Wacht, hè. Opnieuw. Aan wie is het? Aan wie is het eigenlijk? Deze. Ja. En we zijn vertrokken. Doe maar. Ja, je weet toch al zo niet wie dat is, hè, man? Ah, veel te moeilijk. Voetbal, dan heb je zo elk twee spelertjes. Kijk, dat is rechts, dat is links. Je hebt dus iemand in je goal en iemand op het veld om te proberen scoren. Voilà, nu ga ik wat proberen. Over en weer shotten. Hopla, goal. Ja. Voilà. En ook dat kun je natuurlijk versnellen, zodanig dat je compleet tureluut wordt... Wow, binnen. En dan heb je nog tennis. Dat is gewoon tennis. Pong. Pong.
Oké. Tjonge. Ja. Voilà, hè. Zo doe je dat dus, hè. Je kunt zelfs tegen jezelf spelen. Je linkerhand tegen je rechterhand. En welke kant dat gewonnen heeft, ja, dan mag het glas vasthouden om leeg te drinken of zo. Zo, beste kijkers, we komen aan het einde van deze videoband. Als je hem leuk vond, geef hem gerust door aan vrienden of familie of aan iedereen die het wilt zien. Geen enkel probleem. En als je daar soms vragen over hebt, mocht je gerust bellen naar 052-74. En dat wordt er opgenomen met een mevrouw of een meneer. En die zegt dan, hallo, bij Kopieters in Merchtem. En dan vraagt je maar of Ivan thuis is. En dan kom ik wel aan de lijn. Oké, bedankt en tot ziens. Voilà, dat was het filmpje van vroeger. Je weet nog uit een tijd dat u een Belgische frank nog kon vallen. Ik heb het allemaal nog staan en het werkt nog. Ik kan u dat tonen. Komt er iets op? Voilà. Als je het leuk vond, volg mijn kanaal en dan hou ik u op de hoogte van volgende filmpjes. En voor de rest nog een prettige verderzetting en tot een volgende keer bij de bovenkamer. Tot een volgende keer bij de bovenkamer. Ik had die pruik nog op, man. Oh, dat niet mogelijk.